Dit is Hans Korstanje, loodgieter in wijk bij Duurstede. Zijn leven is niet meer hetzelfde sinds hij vorig jaar een uitvinding deed. Een systeem om waterleidingen legionella vrij te maken. Hij bedacht een oplossing voor de jachthaven in zijn woonplaats. Ik zal proberen dat uit te leggen. Dit is dezelfde leiding die hier eigenlijk langs het steiger gebonden zit. Legionella is een groot probleem. De bacterie kan zich ontwikkelen in stilstaand water dat warmer is dan 25 graden. Bijvoorbeeld in zo'n waterleiding die in de zon ligt en niet continu wordt gebruikt. Om de bacteriën te doden kan je de leiding doorspoelen met water van minimaal 60 graden Celsius. Dat is genoeg om binnen 20 minuten de bacteriën te doden. Maar dat is ook kostbaar. Ik heb nu een andere manier bedacht en dat is gewoon eenvoudig. Ik stop een verwarmingslintje in de waterleiding, waardoor ik van binnenuit het water verwarmt. En daar bespaar ik dusdanig veel water en energie mee, dat dit natuurlijk eigenlijk het ei van Columbus is. Hè? De uitvinding van Korstanje is bijna te simpel om te geloven, maar het blijkt effectief. Hij sleept er nu de ene na de andere prijs mee in de wacht. Deze week kreeg hij een prijs van de Europese milieutijdschriften. Hans Korstanje is nu van loodgieter uitvinder geworden. We zijn werkelijk bij iedereen geweest hier in Nederland die ook maar iets met een druppel water te maken had of ook in die techniek werkte. We hebben werkelijk alles onderzocht. De loodgieter uit wijk bij Duurstede is nu de Willy Wortel van het middeleeuwse handelsstadje. Met een simpele oplossing troeft hij nu grote, gespecialiseerde bedrijven af in de strijd tegen de legionella bacterie. En als je problemen in de waterleidingwereld hebt, dan kun je natuurlijk het beste bij de praktijkmensen en bij de loodgieter die dagelijks met waterleidingtechnieken omgaan, kun je beter bij hun te raden gaan. Dan dat je dus achter de tegentafel dingen gaat bedenken. Achter de tegentafel worden natuurlijk wel dingen ontworpen en bedacht. Ja, zoiets simpels natuurlijk niet. Ja, toch?